Mario Bilate, jullie eindigen op 1-1. Ja, dat was misschien uiteindelijk geen onterechte uitslag, maar ik denk dat jij er graag nog eentje bij gemaakt had. Ja, in de tweede helft krijg ik nog twee kansen natuurlijk. Kopbal van Jeremy, kopbal van Bart, die van de lijn wordt gehaald in de tweede helft allemaal. In de eerste helft komen we een aantal keer goed weg. Ja, naar mijn mening had er op basis van de tweede helft iets meer ingezeten voor ons. Voetballend was het niet denderend. Was het op sommige momenten slecht zelfs. Alleen creëren we toch nog meer kansen dan Os. Gewoon puur kijken naar de kansen die we in de tweede helft nog weten te creëren. Waren de drie punten wel verdiend geweest, denk ik. Ja, ook als je kijkt naar eigenlijk de eerste minuut al. Zat hij er ook al bijna in? Ja, klopt. Ja, die bal werd nog van richting veranderd, waardoor er iets hoger uitkomt. Nou ja, keeper pakt hem goed. Soms zit het mee, soms zit het tegen. Ja, dat is misschien ook wel een beetje het verhaal van de wedstrijd, hè? Want Dekkers was heel goed vandaag. Jullie hadden veel last van hem. Ja, nou ja, ik denk de voorzet van Jeremy die ik verkeerd raak, dat is meer geluk dan wijsheid vanaf zijn kant dan. Maar ja, de kopbal van Jeremy pakt hij goed. De bal waarbij ik weggestoken word door Alessio pakt hij ook goed. Ja, de laatste minuut wordt de bal van de lijn gehaald. Al met al heeft hij geen slechte wedstrijd gekiept. Nee, zeker niet. Nee, jij was ook goed vandaag. Die goal, wil je die eens beschrijven? Want het was een hele lange bal. Hij was heel lang onderweg. Ja. Je had hem heel snel onder controle en zo. Ja, nou ja, er lag veel ruimte achter de verdediging. Ja, 9 van de 10 keer ben ik sneller dan mijn directe tegenstander. Dat weten mijn medespelers ook. Dus gewoon een simpele vooractie. Hij legt hem erachter. Ja, ik heb veel tijd om na te denken om de bal te controleren. En ik schuif hem binnen met links. Ja, keurige goal. Dan denk je misschien tweede helft maken we het af. Waar zit het hem dan in? Is dat alleen kansen benutten? Waar zit het hem in? Ja, die bal gaat er uiteindelijk niet in. Ik denk dat het, hem daarin zit. Opbouwend, nogmaals, was het niet denderend vandaag in de tweede helft. We weten toch weer de betere kansen te creëren. Ja, als die erin gaat, dan ga je met de 3 punten naar huis. Klinkt cliché, maar het is wel zo. Ja, uiteindelijk zit het hem toch niet mee. Nee. Hoe is het voor jullie, leeft dat dan nog dat jullie geen supporters mee hebben vandaag? Is dat nog iets waar jullie mee bezig zijn? Ja, ik persoonlijk niet. Ik denk, je moet gewoon je wedstrijd spelen of het nou met of zonder supporters is. Door akkefietjes uit het verleden mogen ze er niet bij zijn vandaag. Maar goed, uiteindelijk doe je het voor jezelf en voor de club. Ja, natuurlijk ook voor de supporters. Ja, als die niet meegaan, ja, dat is dan jammer. Maar ja, dan moet je maar overheen zetten als je het... Als je het daarvoor doet, het was leuk geweest als ze erbij waren. Maar ze zijn er niet bij. Nou ja, dan moet je mee leren leven en gewoon je wedstrijd spelen. Snap ik. Leeft het dan nog wel, zo'n derby bij de spelers? Bij de fans enorm, maar bij jullie? Ja, je weet natuurlijk dat voor de supporters het een extra beladen wedstrijd is. Dus waarschijnlijk anticipeer je net iets meer naar deze wedstrijd dan eventueel tegen andere tegenstanders. Maar ja, ik persoonlijk... Ik heb er eerlijk gezegd niet zoveel mee. Ik benader elke wedstrijd hetzelfde. Of het nou NAC is of FC Os of noem maar op. Dus voor mij persoonlijk maakt het niet uit. Maar je merkt wel in Den Bosch en de omgeving en mensen binnen de club dat het wel leeft. Ja. Dan even over dit resultaat. Wat schieten jullie daarmee op? In die zin, jullie hadden natuurlijk eigenlijk een overwinning nodig. Nou, het is in ieder geval een puntje geworden. Hoe nu verder? Wat zijn nu de perspectieven? We spelen volgende week spelen we weer een wedstrijd en die moeten we winnen. Dat zijn de perspectieven. Dat moet je altijd, maar ik bedoel, het was natuurlijk bij een overwinning konden jullie naar boven kijken. En nu is het, het dreigt een beetje als een nachtkaars uit te gaan. Nee, je moet altijd naar boven kijken. Je moet opportunistisch blijven. Er zijn nog genoeg wedstrijden om te gaan. We hebben nog een hele periode voor ons. Tegenstanders waarin we het in de eerste seizoenshelft heel goed tegen hebben gedaan. Dus puur daarna kijken denk ik dat we nog genoeg mooie resultaten mogen boeken. Ik denk dat we vooral daarop moeten letten en het gewoon wedstrijd voor wedstrijd aan moeten pakken en de punten vanzelf wel komen.